Deze week in Nieuwsronde. Protest van Veenwind. Kacheltjes voor Oekraïne. Waterpeil in de polder omhoog. Afsluiting 1672 rampzalig. En een miljoen voor ons groen. Voor 1 december moeten alle gemeenten nieuwe windmolenplannen hebben ingediend. Als ze dat niet doen, dan kan de provincie hen verplichten om nieuwe locaties voor meer windenergie aan te wijzen. In de Ronde Venen stemde een meerderheid in de gemeenteraad eerder tegen windturbines. Maar daar is niet iedereen het mee eens. Wij willen heel graag onderzoeken of we hier een windmolen kunnen plaatsen. Waait hier lekker, nauwelijks inwoners. Alleen de gemeente houdt elke gedachte over windmolens tegen. En dus besloot Gerard Rijn uit Abcoude samen met burgerinitiatief Veenwind vorige week bij het gemeentehuis te demonstreren. Want hoewel de gemeenteraad in de Ronde Venen er in meerderheid tegen is, kan de provincie anders beslissen. De provincie heeft aangekondigd van jongens, er moeten meer windmolens komen. Als jullie geen plekken aanwijzen, doen wij het. Wij vinden dat deze gemeente zelf moet gaan meepraten over de locaties van zo'n windmolen. Straks zitten we hier met een besluit van de provincie Utrecht. Wat wij misschien helemaal niet willen. Maar volgens een groep anti-windmolenclubs uit meerdere gemeenten kan de provincie helemaal niet ingrijpen. Ze zijn daar in Utrecht zijn ze gewoon met domme dingen bezig. Want volgens Vinkenveener Anko Goldhoorn wordt er met de landelijke klimaatplannen die nu op tafel liggen al voldoende duurzame energie opgewekt. We hebben in Nederland een klimaatakkoord. En in dat klimaatakkoord wordt gezegd van je moet voor 2030 moet je zekerheid hebben dat wij 35 terawattuur opwekken op land. Dat kan zijn zon en dat kan zijn wind. En die 35 die is al gehaald. Dus de provincie mag niet meer ingrijpen bij een lagere overheid. En dat staat in het klimaatakkoord. Ingrijpen van de provincie zou juridisch onhoudbaar en bovendien ondemocratisch zijn, meent Goldhoorn. Maar dat is onzin, vindt Veenwindlid Rijn. Want we hebben democratisch genomen besluiten. We hebben een klimaatwet, we hebben een klimaatakkoord. Allemaal democratisch genomen besluiten. We hebben alleen een meningsverschil en dan gaan wij dat zelf oplossen. Of hier nu wel of geen windmolen komt, dat blijft nog even onduidelijk. Het debat erover is in ieder geval weer aangewakkerd. De gevluchte Natalia Kravchuk woont met haar 4 kinderen en moeder in Vinkeveen. Onlangs is ze even terug geweest naar Oekraïne en bij terugkomst is ze direct een actie gestart. I really wanted to see my husband. I miss him, he misses us. So we just took 1 week of vacation to take that travel and see him. That was happy and sad time at the same time. Ik leerde Natalia kennen afgelopen zomer. Ze kwam aan en toen zei ze tegen me van ik wil eigenlijk proberen om geld in te zamelen voor de stoofs. You cannot forget that there is war going on, even for a second, because all the time something reminds you. Yeah, there are still many people, life is going on. But you see broken buildings, you see tanks, and then there is a siren and everything is closed for 4 hours. You cannot go out. Er zijn heel veel mensen, ook in mijn omgeving, die zeggen van ik krijg 190 euro terug voor mijn eigen energiecontract, wat eigenlijk niet veranderd is. Dus ja, ik wil daar best wel een deel van aan een goed doel geven. Dus ja, wij hopen dat mensen dan dit als een goed doel zullen beschouwen en een donatie willen geven aan Warm Up Oekraïne. Now the situation is getting worse and worse. And yeah, they just make blackouts. They just switch off all the power in the city for 4 hours at least. It can last 20 hours. It can be 3 days. Yes, and many people are suffering. And yeah, my heart breaks. I really want to help them. The city is close to the front line. They don't have electricity for days. The project is to warm up at least 400 families with stoves. This is the example of one of them. And heaters. This is easy to take it somewhere, wherever they go, to shelters, basements, or they heat it in a room. We already have 16,000 euros, so we can already buy like 400 stoves.
Natalia heeft heel veel contacten in Oekraïne. Haar broer en haar man gaan deze stoofs uitdelen. En zij wordt gewoon nu al door mensen benaderd. Oh, als je straks zo'n stoof hebt, mag ik die dan hebben? Ik bedoel me samen wat ik krijg, of soldaten, of Oekraïne. En we hebben ook van de week de eerste stoofs besteld, zodat we zeker weten dat we die op korte termijn kunnen uitleveren aan Oekraïne. Wat het mooie is, is dat in Frankrijk heeft de Franse president vrachtwagens en chauffeurs beschikbaar gesteld. Die kunnen ook door Nederlanders gevuld worden, dus wij hebben nu eigenlijk 1 vrachtwagen geclaimd. Ja, en we hopen dat die 10, 11, 12 december gaat rijden naar Oekraïne. So, would you join, please us? En donate to buy as many as possible. Mensen in Oekraïne hebben het koud. Wij hebben het niet meer koud. Sterker nog, wij hebben geld van de overheid gekregen om ons warm te voelen. Misschien als je dat geld niet nodig hebt omdat je contract niet aangepast is, dat je een kleine donatie wil doen op geef.nl warm op Oekraïne, zodat mensen in Oekraïne ook een warme winter beleven. Joost Samsom uit Wilnis is naast boer ook nog een soort uitvinder. Hij maakte deze machine waarmee hij het grondwaterpeil in zijn weiland heel precies kan reguleren. Met een trekker met een zwaard eraan trek ik een holle gang onder de waterlijn, zodat het slootwater het land in kan trekken. Zodat daar de grond minder verdroogt en dus ook minder inklinkt. En zo gaat Samsom, net als veel collega-boeren in de polders, bodemdaling en stikstofuitstoot tegen. Iets wat het kabinet ook wil, maar dan anders. Volgens uitgelekte plannen wil de regering het algehele grondwaterpeil verhogen in veenweidegebied als hier. Geen goed plan, vindt Samsom. Het grondwaterpeil omhoog halen, als we dat in de winter ook zouden doen, dan kunnen we veel korter op het land met de koeien. Omdat het dan veel te zacht wordt al in het voorjaar. Als je in het voorjaar naar buiten wil, dan moeten de koeien er niet tot de buik in wegzakken natuurlijk. Koeien houden op een drassig weiland is geen optie, vindt ook LTO. De Boerenbelangenorganisatie is bang dat politici straks gaan bepalen waar het waterpeil omhoog gaat. En het voelt wel, zeg maar, als we al jaren bezig zijn om als gebied het beste te doen. Juist het veenweidegebied, hè, is juist het voorbeeld van de kringlooplandbouw van het vorige kabinet. En dan krijg je nu eigenlijk deze berichtvoering. En dat voelt inderdaad wel als klap in het gezicht. Boer Samsom denkt dat hij het probleem van bodemdaling prima zelf kan oplossen. Het waterschap en de provincie steunen hem en monitoren de experimenten met zijn infiltratiesysteem. Den Haag hoeft zich er wat hem betreft niet in te mengen. Nu komt er een overheid en die gaat zich ermee bemoeien alsof zij het voor het zeggen hebben. Dat is gewoon flauwekul. Morgen komt het kabinet met een pakket maatregelen om de stikstofuitstoot tegen te gaan. Daarin staan ook de precieze plannen voor het waterpeil. Het hele jaar is in onze regio stilgestaan bij de gebeurtenissen hier in het rampjaar 1672. Afgelopen week is dat jaar feestelijk afgesloten. Het leuke is in zo'n vereniging dat ook op de algemene ledenvergadering zat al jaren iemand die zei, weet je wel dat in 2022 dat rampjaar wordt herdacht. Nou, dan heb je nog geen idee natuurlijk wat daar gaat gebeuren. En wij hebben het gewaagde project, zijn we begonnen, een tentoonstelling. En je hebt geen idee wat er dan allemaal bij komt kijken. Het organiseren van de evenementen in het kader van het rampjaar. Was dat jullie initiatief of werden jullie gevraagd? Hoe is dat gegaan? Ja, het is een beetje een samenloop van omstandigheden geweest. Dus wij zijn wel er echt mee begonnen. Maar dat duurde niet heel lang voordat we ook de historische vereniging enthousiast kregen. En zo nog vele andere partijen. Wat waren nou voor u de hoogtepunten? De scholen, dat de kinderen kwamen. Er was een jongetje, die was al 4 keer geweest en die ging op een eind zelf de rondleidingen doen. Ik en mijn kornuiten zijn van vanavond hier opgetrommeld om u wat te vertellen over het Nederlandse leger uit de 17e eeuw. U hebben u bezig gehouden met het rampjaar 1672. Nederland werd van alle kanten binnengevallen door de Fransen, door de Duitsers, door de Engelsen. Er was jaren te weinig geld gegaan naar het leger toe. Wat wij hier, ik en mijn kornuit hier uitbeelden, zijn pikeniers.
Normaal gesproken hebben wij een speer bij ons van ongeveer 5,5 meter. Dat gaat hier niet echt passen. Wij zorgen dat de musketiers veilig zijn voor de paarden en voor troepen die op ons afkomen stormen. Ik heb begrepen dat het een best groot leger was in die tijd. Zeker in verhouding met nu. Ja, 60.000 man op een bevolking die een stuk kleiner is dan wat we nu hebben. Er werd heel veel aandacht aan het leger gegeven. En ook Nederland liep behoorlijk voor op de andere landen met de organisatie van het leger. Ik heb veel bewondering voor de mensen bij ons in de vereniging. Als je erbij komt kijken wie er allemaal bezig is geweest om dit te organiseren. Nou, de dames die heb je al gesproken. Waar die niet de spullen vandaan moesten halen en hoe moeilijk dat is. Probeer maar eens wat uit het Rijksmuseum te halen. Wij hadden natuurlijk een bepaalde hoeveelheid bezoekers in ons hoofd. Wij hadden eigenlijk ook een beetje bewegen om te laten zien aan onze gemeente, de gemeenschap, van hoe enthousiast mensen eigenlijk ook wel niet kunnen zijn over cultuur, over geschiedenis. En dat daar veel meer ruimte voor moet komen, ook in onze gemeente. En ik denk dat dat wel gelukt is. Nou, het volgende project is in ieder geval weer oppakken waar we normaal mee bezig zijn. Want we hebben natuurlijk een hele rare tijd achter de rug. Corona, gaat er een hoop niet door. We willen gewoon ons normale pad ook weer van lezingen, excursies weer oppakken. En je doet het toch met een niet zo grote club vrijwilligers. Hè. We willen er nog best een paar bij hebben. Kunt u zich voorstellen dat er rondom weer zo'n essentieel moment in de geschiedenis weer zo'n project gaat beginnen? Ja, ik kan het me heel goed voorstellen. Ik denk dat het gewoon even afwachten is wat zich nu voordraagt. En we gaan gewoon zien wat op het pad komt. Ons groen gaat er mooier en beter uitzien. Niet veel groen, er komt geen extra groen bij, maar het groen wat we hebben gaan we beter onderhouden. De gemeenteraad heeft 1 miljoen beschikbaar gesteld voor het onderhoud van ons gemeentelijke groen. Ons groenonderhoud gaan we beter onderhouden. Daarnaast gaan we meer geld uitgeven aan onkruidbestrijding. En we gaan ons groen vervangen daar waar het aan vervanging nodig is. En in het laatste geval mogen onze inwoners ook nog zelfs meepraten over wat ze dan op die plek zouden willen hebben. De inwoners waren niet zo heel erg blij de laatste jaren met het onderhoud van het groen. Ja, dat kan ik begrijpen. De afgelopen jaren is er stelselmatig bezuinigd op ons groenonderhoud. Het kost ook veel geld. Want om hoeveel geld gaat het? Bij elkaar om ruim meer dan 1 miljoen. Dus het gaat om veel geld. Maar we zijn ook een grote gemeente met heel veel openbare ruimte. Dus het geld is ook nodig om ervoor te zorgen dat het groenonderhoud weer op orde komt. Nou was er vanavond enig gerommel omdat een aantal partijen vond dat het voorstel niet voldoende was onderbouwd. En u kwam veel te laat met uw gegevens. Hoe zit dat? Nou, uiteindelijk is het raadsvoorstel met 24 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen. Dus er is ruime steun voor dit raadsvoorstel. In het raadsvoorstel stond geschreven dat die onderbouwing er was. En de raad wil alleen die onderbouwing nog eventjes zien. En die heb ik keurig netjes verstrekt. Dit was Nieuwsronde van deze week. Heeft u ook nieuws te melden? Laat het ons weten via redactie@rtvrondevenen.nl.